Oh, wat is hier? Dit? Oh, dit is waar. Kun je dit zo voorstellen? Libby, wat is hier aan de hand? Sinterklaas. Sinterklaas? Oh jee, oh jee. Oh jee? Sanne, wat is dit? Sinterklaas. Wie kent hem niet? Dat is veel meer. Wow, dit is echt niet normaal, jongens. Echt niet normaal. Jongens, zingen jullie als die gins komt een stondje of zes. Uit Spanje. Dit is de aftermath. Sam, ik heb al gestopt. Nou ja. Voor de kerstcadeau. Lekker eten. Oké, ik doe het. Yes. Dank je. Oh, lekker. Kijk die samen. Libby, hoeveel cadeaus heb je eigenlijk gehad? Echt heel veel, hè? Ja, ik heb heel veel. Ja, wat heb jij nu gekregen? Heb jij een gitaar? Jij bent vooral blij met een bal? Heb je mooie baltjes? Kijk! Wat heb jij? Wat zijn jullie een grote sneeuwpop aan maken? Mama, kan jij dat doen? Ja, leg maar neer, schat. Dan ga ik je helpen. Mama. Waar zijn we, Libby? In een hele grote speelhal, hè? Ga je spelen? Wow. Ben je een toerist of zo? Foto. Kijk, daar zie je een heel mooi zo licht. Zijn hoofdje links en zijn vingertjes rechts. Kijk, daar gaat hij. Lekker loef. Zitten jullie weer lekker te dansen? Hele goede morgen. Het is dinsdagochtend 8:30. De drukte zit lekker aan tafel. School run. Ja, Libby moet eigenlijk nu al lang naar school. Maar ja, we hebben tot 8:00 in bed gelegen met z'n allen. Dat is oké. Ze mag tussen 8:30 en 9:00 op school aankomen. Dus we gaan even lekker ontbijten. Iedereen is al klaar. Dan gaan we lekker naar school. Hallo. Koepie, laat je zien hoe mooi je bent. Ik heb je weer mooi getrimd, hè? Je poot. En mooie pootjes. Ja, ik heb hier alles klaarstaan om voor de stockings. Dus de sokken, de kerstsokken te vullen. Dit jaar doen we cadeaus voor de volwassenen bij mijn ouders thuis met loodjes. En met Sinterklaas hebben we de kinderen gehad. En dan krijgen ze nog kleinigheidjes in de stockings. En mijn moeder heeft voor iedereen sokken gemaakt dit jaar. Superleuk. Ik dacht even een koffie en een krantje erbij. En ik dacht, laat even zien wat ik allemaal heb gekocht. Voor de kinderen. Ik heb op Temu allemaal dingen besteld.
echt 1 euro zoveel. Ik maak voor Libby altijd, kijk dan een hartje ketting. En hier ook een hartjesketting. Ik maak voor Libby altijd hartjes op de ramen als ik wegga van school. En dus ik dacht, als ze nu naar de basisschool gaat in januari, dan doe ik een ketting om, hartjesketting om. En bij mij ook voor de eerste periode, omdat zij best wel last heeft van verlatingsangst. Zodat we dicht bij elkaar zijn in ons hart. Dus die ga ik inpakken. Vet leuke strikjes met, je ziet door het licht en val niet goed, met hoe heet het? Ja, met strikjes, elastiekjes. Dan heb ik hier allemaal leuke haarspeldjes van sterretjes. Voor de tweeling, met een soort telefoon. Sokken. En nog meer sokken. En sokken en sokken. En dat is zo'n vliegtuigje. Ik heb nog een Paw Patrol paraplu. Die ga ik even pakken. Dat vergeet ik steeds. En voor de tweeling heb ik wanten gekocht. Ja. Met zo'n touwtje eraan. Zodat je die door de jas heen kan trekken. Ideaal. Ik ga even pakken. Zien jullie al hoe mijn buik aan het groeien is? Ik ben 11 weken. En het is er echt maar 1. Kijk, deze sok heeft mijn moeder gemaakt. Deze is voor Jazz. Echt super schattig. Het zijn allemaal stofjes die we ooit gebruikt hebben. Kijk, van die wandjes met van die touwtjes eraan van vlies. Die moet ik ook inpakken. Helemaal buiten adem van het kleine stukje lopen hier in de kamer. Deze is voor Lily. Toch te cute! Daar heb ik ooit een dekentje van gemaakt van dit stofje. En deze is voor Lou. En die heeft ook al wandjes. Kijk dan voor Lou. Ach, man. En deze is voor de baby. En daar zitten nog 2 aan, een jongetje of een meisje. En ja, we willen het dit jaar niet weten. Dit jaar. Deze zwangerschap, deze baby. Deze allerlaatste baby. De verrassing baby. De miracle baby. Gaan we het gender niet willen weten totdat het geboren wordt. Dat is wel echt heel cool. Dus ik moet 2 namen verzinnen. Ja, gaat goed komen. Ik ga even al deze dingetjes inpakken. En dan kan ik dat weer van mijn lijst afstrepen. En dan, oh ja, ik heb voor Stefan ook het spel van het jaar gekocht. We kopen eigenlijk met kerst altijd een spel voor met elkaar. En ik heb nog een kleurboek voor Libby. Voor 2 euro van Gabby's Poppenhuis. Ja. En vandaag nemen we ook afscheid van haar psycholoog. Dus daar heb ik ook even wat cadeautjes voor gehaald. Libby wilde een lange paraplu. Blauwe Paw Patrol paraplu. Staat iedereen erop trouwens? Ja, Sky staat erop. Zoals Sky er maar op staat. Was nog wel een zoektocht, die paraplu. Nou, ik ga even inpakken. Later. Ja! 1, 2. Springen, spring, spring, spring. Goed zo, springen! Even recht vooruit kijken naar de televisie, schat. Ga je doen. Haar knippen. Ik had dit. Mama, als ik knip het oor, dan wordt dat. Eerste keer in 4 jaar. Libby, kijk eens wat er ligt. Kijk eens wat er ligt. Haar wat? Wat is dat? Ik. Vind je dat gek? Nee. Nee, hè? Mooi. Kijk, het is professional, joh.
de volgende keer kan je Loeders ook gewoon doen. Prachtig ben je. Echt, mama. Is die niet echt? Nee. Waar is de beer? Mooi, hè? Hey, waar zijn alle huisjes? Alle huisjes. Steve. Ultimate survival kit. In the house, babe. Wat is het? Zure haring, chocola, zure matten, zure wijnkums, chips. En om het voor mezelf ook nog een beetje verdraaglijk te houden. Oh, happy date night. Ik heb hier echt zo'n zin in. Wat gaat hij doen? Wat gaat tante doen? Gaat tante luisteren? Sinterklaas is coming to town. Zo, jij mag je eerste cadeau als eerste uitpakken. Lekker je cadeau uitpakken. Deze? Spannend. Wat denk je dat het is? Ja, ik heb echt nul idee. Waar is deze verpakking dan? De Coolblue? Zenuwachtig. Oh, nee. Sorry, dat kan echt niet. Nee toch? Kan echt niet. Met twee controllers. Waar is die andere? Oh ja, die andere zit erin. Die zit in de doof, volgens mij. Dat kan echt niet. Oh, straks ga ik nou beter gamen dan Tim. Oh, nee, Sanne. Surprise. Babe. Dit kan echt niet. Welke is dit? De digital. Toch? Niet de PS4, toch? Nee, 5. Digital edition. Ja. Ja, wie heeft er nog... Ja, nou, de Intertoys hier in Zandpoort had alleen de... Want ik ging gisteren niet naar kantoor, ik ging naar de Intertoys. Echt? Ja, die hadden ze alleen maar met de schijf, €100 duurder. Ja, nee, maar dit is echt te gek. Oh. You like it? Ja, echt super vet. Ik reed gisteren, eergisteren reed ik naar huis van Tim. En toen dacht ik nog... Ja, hoe vet zou het zijn om zelf een PlayStation te hebben? En toen heb ik nog zelfs hier s'avonds zat op de bank. Dat ja, we hebben ooit een Xbox gehad. Ja. PlayStation in ieder geval echt heel veel vetter. Dus. Wow. Dat was een harde pop. Proost. Wow. Libby, wat kan jij goed springen? Ja, dankjewel. Poh. Goed, Jess.
Waar ga je naartoe? Broem, broem. Broem, broem. Lang zal ze leven in de glorie, in de glorie, ja, in de glorie, ja. Hiep-a-de-piep. Hoera, hiep-a-de-piep. Hoera, Libby, we vieren vandaag jouw verjaardag. Kijk eens naar jouw speciale stoel. Je hebt een speciale verjaardagstoel. En we hebben cadeautjes. Dat is leuk. En we gaan zo meteen samen lekker allemaal ontbijten. Ik moet even een open vragen. Hey, maar hoe vind je dat? Dat we nou vandaag jouw verjaardag vieren. Verrassing. Ik moet dit niet openen. Hoe moet je het zien? Ik ben de helft van het vloggen, anders vergeet ze het gewoon. Ik ben er al 4 maanden weer precies. Hi. Hi. Zat u hier in het restaurant? Dus toen dacht ik... Nee, we hebben niet alles samen gedaan. Omdat het om meer met de kinderen... Loetje. Hi. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven. In de gloria. In de gloria. In de gloria. Hiepen de piep. Hoera. Hiepen de piep. Wat wilde jij nou hieruit pakken en eten? Wat denk je, mama? Babytaart? Babytaart? Baby. Ja, maar ik kan er eentje kiezen. De lolly of de vier? Doe maar deze. Oh, die is groot, Libby. Zo. Nou, dan zetten we de taart hier ook neer. Ik heb rijstevlaai en ik heb regenboogtaart. Libby, hier zit regenboog in. Mama, laat je buikje zien. Wat? Draai zo. Beetje omdraaien nog. Een schuiner, andere kant. Andere kant schuiner. Ja. Nee. Zo. Ja. Ja. Mooi. Oh. Lieve volgers. Ik kan wel echt lachen en janken om mezelf. Maar het is 1 januari. Dus denk ik het langst wat ik nog nooit heb gepost qua... Oh, ik kom niet meer eens aan mijn woorden. Het langst dat ik niet heb gepost. Volgens mij een maand of zo bijna. Ja, en eigenlijk vind ik het helemaal niet erg. Maar aan de andere kant ook weer wel. Het is puur letterlijk. Letterlijk puur. Dat ik gewoon niet... vlog, omdat ik het echt vergeet. Ik ben full in life en ik vergeet het. Ik zit in, omdat ik in een volle deadline zit met mijn werk, die komende zondag is, dus dat is de 7e.
En dan ben ik echt keihard voor aan het focussen en het knallen. Niet dat ik heel veel werk, maar ik ben of met werk bezig en echt focus op dat. Of ik was met mijn cognitieve gedragstherapie bezig voor mijn ADHD. Of ik was gewoon echt volop met mijn kinderen bezig. En we hadden super veel live events. Qua Sinterklaas, qua kerst en veel meetings voor die deadline. Wat super gaaf gaat worden. Ik zal jullie daar wel in meenemen. Wat ik gedaan heb in mijn werk. Want ik heb het, zeg maar, het hele curriculum en het hele lessenprogramma en invulling voor het komende jaar voor de kinderdiensten in onze kerk helemaal veranderd. En zondag is de Mans Suprême. Dus dat is super gaaf. Ja, ik zit hier lekker in mijn badjas in het bed waar wij in logeren. 1,40 bed met z'n tweeën. Op de logeerkamer van mijn ouders. We hebben lekker een week hier vertoefd. Maar de kinderen en Stefan waren zo ziek, dat ik ook deze week niet gevlogd heb. Omdat ik gewoon full-on bezig ben met zieke mensen opeen. En ik ben ook echt een maand goed, echt wel ziek geweest ook. Maar met de baby gaat alles goed. Ik ben nu al, het is vandaag maandag, ben ik nou 13 weken? Of 14? Ik weet het niet. Eén van die twee. Ik zit in ieder geval in mijn tweede trimester. Ik voel me qua zwangerschapskwaaltjes wel echt super top. Ondanks de bekkenpijn. Maar dat is nog te handelen. Dus ik voel me wel echt mentaal heel goed. En ondanks mijn Gerda-hormonen. We noemen het Gerda. Zodat Stefan het ook kan benoemen. En ik denk, oh ja, sorry. Ik heb veel momenten. Niet veel, maar als ik ze heb, dan benoemen we ze het. Dan weten we dat ik het niet ben, maar dat het mijn hormonen zijn. Dat helpt heel erg in het relativeren. Anyway, anyhow. Dus ik heb een vlogje voor jullie inderdaad. Wat vanaf 5 december ongeveer is tot nu. En that's okay. Ik ga het gewoon weer proberen op te pakken. Nieuwe kansen. Ik heb geen nieuwe voornemens, want ik ben al goed bezig. Goede voornemens geeft ook weer een pressure, een druk. Of dat je iets moet presteren. Terwijl ik denk, we zijn al echt vet goed op weg. Ik vond het wel heel gaaf om terug te kijken afgelopen jaar. Naar wat we allemaal hebben meegemaakt. En wat ik allemaal gedaan heb. En waar ik uit ben gekomen. En wat Libby doorgemaakt heeft. Met het afsluiten van haar jaarlang therapie en EMDR. Mijn therapie van 3 jaar. Nieuwe baan. Acceptatie van mijn lichamelijke gezondheid. ADHD-diagnose. Daaraan gewerkt. Nog steeds aan het werken. Zijn nog wel wat dingetjes in development. In het, zeg maar, die lopen. Maar daar deel ik wel later even iets over. Dit is een genoeg volle vlog voor nu. Wat ik wel heb. Ik kijk heel erg terug met zoveel dankbaarheid. En gisteren vlogen me wel even aan dat ik dacht, oh nee, ik krijg een kind weer dit jaar. Dit jaar. Ik moet weer bevallen. Ik moet weer door die eerste paar maanden heen. Postpartum, newborn fase. En toen dacht ik, oké, Heer. Dat is wel mijn grootste verlangen, om echt dit jaar nog meer bij Jezus op schoot te zitten dan dat ik voorheen deed. Omdat ik weet, als ik bij hem op schoot zit, dat ik dan gewoon het rustigste ben en het kalmste ben en het veiligste ben. Dus ja, ik probeer gewoon weer lekker te vloggen. En als jullie me missen, dan stuur gewoon een berichtje. Want dat is voor mij ook een reminder, ADHD. Dat ik denk van, oh ja, ik moet weer een vlogje maken. In de nieuwe vlog zal ik wel dingen delen over hoe ik me mentaal voel, wat we daarmee aan het doen zijn. En wat voor dingen ik gehoord heb gehad van mijn psychiater over het verleden en over postpartum depressions en dat soort stuff. Maar dat komt later wel. Ik wens jullie, echt iedereen die kijkt, echt super lief. En ja, ik weet soms niet waarom jullie kijken. Dat ik van, hè, waarom volgen jullie ons? Wat vinden jullie dan zo interessant of leuk? Maar
ik hoop dat komend jaar voor jullie en voor jou een jaar mag zijn waarbij je mag beseffen dat je waardevol bent, dat je goed bent zoals je bent, dat we niet hoeven te performen, niet hoeven te strijden, niet hoeven te streven, maar dat genoeg ook genoeg mag zijn en dat we mogen genieten met de kleine dingetjes die we hebben qua... Ik ben zo dankbaar voor een dak boven ons hoofd. Ik ben zo dankbaar voor gezonde kinderen nu. Ik ben zo dankbaar voor gezonde ik. Ik ben zo dankbaar voor de mensen om me heen. En soms zitten we zo in een whirl van een whirlwind dat we dat soms vergeten. En als je komend jaar ook dingen meemaakt die niet leuk zijn, dat dat ook gewoon shit mag zijn. Maar vooral dat je je gedragen voelt komend jaar. Dus ik wens jullie veel blessings, zegen en liefde en gezondheid. En ik zie jullie in de volgende vlog.